Universiteit van Nederland. Bubbels. Er is één man in Nederland die altijd met zijn hoofd in de bubbels zit. En dat is wetenschapper Tim Segers van Universiteit Twente. Waar wij onderzoek naar doen is hoe we microbubbels zo kunnen ontwerpen dat we er kanker mee kunnen opsporen, kanker mee kunnen behandelen, dat we ze zo kunnen maken dat we hersenziektes zoals Alzheimer en Parkinson beter kunnen behandelen en dat we ze zo kunnen maken dat we er ook bloeddruk mee kunnen meten. Hij maakt miljoenen bubbels per dag. En dat zijn ook nog eens hele speciale bubbels. Onze microbellen, daar passen er 20 van naast elkaar in de dikte van de menselijke haar. Dus ze zijn ontzettend klein. En nog bijzonderder? Ze knappen niet stuk. Dus ze zijn heel erg stabiel. We kunnen ze veilig injecteren in de bloedbaan. En dat doen we nu al. Op dit moment worden microbubbels in het ziekenhuis al gebruikt om de doorbloeding van organen, bijvoorbeeld het hart, zichtbaar te maken. En als het aan Tim ligt, blijft het daar niet bij. Het is altijd leuk om te praten en te dromen over de toekomst van microbellen en mooie toepassingen die dat mogelijk met zich meebrengt. We zitten iedere dag in onze microbubbel. Ja. En in die bubbel, zeg maar zijn lab, heeft hij zijn eigen bubbelmachine. Zo groot als een handbagagekoffer. Waarmee hij met één druk op de knop miljoenen bubbels kan maken. Die microbellen maken we in deze bubbelmaker door gas onder hoge druk door een klein gaatje te persen. En bij dat gaatje ontstaan dan tot wel 1 miljoen belletjes per seconde. En het bijzondere is dat ze allemaal exact even groot zijn. Wat we daar doen is eigenlijk bellenblazen. Een mini bellenblaas voor microbellen die we vervolgens opvangen zodat we ze later kunnen gebruiken. En Tim geeft ze ook een stevig schilletje. Een microbubbel zonder schil zou ik binnen 1/100ste van een seconde oplossen in ons bloed. En dat is waarom we de belletjes een schilletje meegeven. Een vettig schilletje van maar 1 molecuul in dikte. En dat schilletje zorgt ervoor dat de bel een bel blijft en dat hij zijn grootte houdt. Die miljoenen belletjes met dat schilletje stopt Tim in een klein flesje, ter grootte van je duim. En als je die injecteert in je bloed, kan je ze met een echomachine laten trillen. En zo precies volgen waar ze heen gaan. Zo'n echomachine kennen we allemaal van de zwangerschap voor het zichtbaar maken van een ongeboren kind. En wat zo'n echomachine doet, is die zendt geluidsgolven uit in het lichaam. En die geluidsgolven die hebben een frequentie die is veel hoger dan wat wij kunnen horen. En dat noemen we ultrageluid. En dat laat de microbellen trillen. Het bijzondere daaraan is dat ze beginnen te trillen op de golven van dat geluid. En die kunnen we dus weer detecteren met onze echomachine. En dat detecteren werkt hetzelfde als bij een echo van een zwangerschap. Alleen zie je nu bijvoorbeeld een orgaan oplichten in plaats van een ongeboren kind. In een normaal echoplaatje is bloed niet zichtbaar. Dus het is dan ontzettend lastig om te meten met een echomachine of bijvoorbeeld een hartklep lekt. Of dat er bijvoorbeeld een vernauwing zit in een bloedvat, wat heel gevaarlijk kan zijn. En daar zijn die microbellen zo nuttig voor. Die kunnen dus ingespoten worden, waardoor opeens het bloed wel zichtbaar wordt. Dus je kunt zien hoe het bloed stroomt en dus ook bijvoorbeeld of een hartklep lekt. Oké, dus die trillende microbellen worden nu al in het ziekenhuis gebruikt. Maar Tim en zijn team gaan een stap verder. Ze willen de microbubbels in het bloed laten knappen. Een van de toepassingen voor microbellen in de toekomst is het oplossen van bloedproppen. Dus wat je dan daarbij voor kunt stellen is dat microbellen worden geïnjecteerd in de bloedbaan. Ze gaan door heel je lichaam, maar ze komen dus ook op de plek van die bloedprop terecht. Bijvoorbeeld in je halsslagader of in je hersenen, waar de doorbloeding van je hersenen blokkeert en dus heel gevaarlijk is. En dan laat je ze knappen door het volume van de echomachine hoger te zetten. En wat we dan kunnen doen, is met een ultrageluidapparaat, dus met een echomachine, kunnen we heel lokaal op die halsslagader, waar die bloedprop bijvoorbeeld zit, kunnen we een hoger ultrageluidvolume gebruiken, op die bellen afschieten, die bellen laten imploderen. En die imploderende bellen die knallen dan op die bloedprop. En die maken daarmee die bloedprop stuk. Dus het zijn eigenlijk een soort van mini-explosies? Het zijn in plaats van mini-explosies, zijn het mini-implosies. Een bel explodeert niet, maar een bel groeit op de golven van geluid. En dan implodeert die en vormt die zelfs een hele krachtige vloeistofstraal. Zoals een tuinslang eigenlijk, maar dan op microschaal. Of misschien eerder een hoge drukreiniger. En die krachtige straal, die kan een bloedprop laten oplossen. Zo'n imploderende bel, die zou je kunnen vergelijken met een implosie van een ballon die je kapot prikt onder water. Dus hij implodeert en daarna zorgt hij voor een hele krachtige waterstraal door het oppervlak heen. Maar die bubbels kunnen nog veel meer. Weet je nog, dat schilletje om de bubbel heen?
Daar kan Tim ook nog kleine grijpertjes op plakken om ziektes op te sporen. Bijvoorbeeld kankercellen. Het opsporen van kanker met een microbel proberen we te doen door het belletje grijpertjes mee te geven die vastplakken aan kankercellen. En omdat we de microbel kunnen volgen in de bloedbaan, kunnen we dus ook zien waar waar de microbellen blijven plakken. En dan gaan we nog een stap verder. Je kan ook kankermedicijnen op die bellen plakken. Zoals die grijpertjes die aangrijpen op kankercellen, kunnen we ook bijvoorbeeld bolletjes medicijnen plakken op zo'n microbel. Die worden dan meegevoerd door het lichaam en pas op de plek waar we het ultrageluid op de bel zetten, pas op die plek begint die bel te trillen en geeft die bolletjes medicijnen af. En zo kan je dus heel gericht medicijnen afgeven. En je kan deze techniek zelfs inzetten om hersenziektes zoals Alzheimer en Parkinson beter te bestrijden. Nou, voor Alzheimer en Parkinson zijn wellicht al vrij goede medicijnen beschikbaar. Het probleem alleen is dat die medicijnen niet in de hersenen terechtkomen. Omdat onze bloedvaten in de hersenen heel erg gesloten zijn. Die zorgen ervoor dat de medicijnen eigenlijk geblokkeerd worden. Ze komen niet de hersenen binnen. En die blokkade kunnen de bellen, net als een bloedprop, kapot maken. Imploderende microbellen die sterke vloeistofstraal produceren, kunnen we inzetten om heel lokaal gaatjes te maken in de bloedvaten, in onze hersenen, zodat de medicijnen die dan in de bloedbaan aanwezig zijn, ook daadwerkelijk uit de bloedbaan kunnen en de hersenen kunnen bereiken. Wow, implosies bij je hersenen. Maar voor het zover is, is er nog wel wat werk te verrichten. Want zo simpel als het klinkt, is het natuurlijk niet. Anders zou het geen wetenschap zijn. Hoe kunnen we ze allemaal exact even groot maken? Hoe kunnen we de coating zo ontwerpen dat ieder belletje op exact dezelfde manier trilt? Stel je gebruikt een bel om een bloedvatwand open te zetten, om daar gaatjes in te prikken. Dan wil je natuurlijk dat iedere microbel dat op dezelfde manier doet. Want laat je de bel te hard trillen, dan komt er een te groot gat in, krijg je bloedingen. Dat wil je niet. Laat je hem te zacht trillen, dan gebeurt er helemaal niets. Dus je wil die sweet spot, die wil je precies raken. En dat onderzoekt Tim door microbubbels in een klein waterbad te leggen, met daarboven een speciale camera die precies vastlegt bij welke trilling de microbel implodeert. In dit waterbadje, daar stoppen we onze bellen in. En dan sturen we ultrageluid, dus ultrageluidsgolven op onze bellen af. En die gaan trillen en dat filmen we met een hoogsnelheidscamera die tot wel 10 miljoen plaatjes per seconde kan opnemen. En op die manier proberen we te snappen hoe een microbel reageert op ultrageluid. Om de vraag te kunnen beantwoorden, wat is nou de perfecte microbel en hoe moeten we die maken voor medische toepassingen? En dat is dus ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat de toepassingen van microbellen en ultrageluid, dat het op een veilige manier kan gebeuren. Zodat de bloedvaten heel blijven, dat de gaatjes die we prikken in de bloedvatwand klein genoeg zijn zodat medicijnen eruit kunnen en niet te groot zodat de bloedvaten gaan bloeden. Voor alle toepassingen is het eigenlijk nodig dat we precies weten en kunnen controleren hoe een microbelletje op ultrageluid reageert. Oké, ik ben overtuigd. Hoe lang moeten we nog wachten voordat kanker wordt genezen met microbubbels? Ik weet bijna zeker dat het ooit zover gaat komen. Maar dat is natuurlijk een hele lange weg. Wij staan hier helemaal aan het begin. We ontwerpen de microbellen met speciale eigenschappen. Daar moet natuurlijk ontzettend veel vervolgonderzoek voor gebeuren. Is het veilig? Werkt het echt in het lichaam zoals het hier in een waterbadje werkt? En dat kan zomaar nog 30 jaar duren. Helaas, nog even geduld dus. Maar wie weet redden Tim zijn microbubbels in de toekomst jouw leven. En tot die tijd moeten we het nog even doen met andere bubbels. Proost. Proost, Tim. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Hoi, ik ben Roos van de Universiteit van Nederland. Krijg jij geen genoeg van wetenschap? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dan mis je nooit meer iets en delen we nog meer interessante inzichten met je. Zet je nieuwsgierigheid aan en schrijf je in via de link in de beschrijving.